zum Kaufen ist eine breitere Skiführung. Die brauchen wir einfach, damit wir bewegungsfreier sind im Sprung- und Kniegelenk, damit wir die Ski besser aufkanten können. Schwingen haben wir grundsätzlich drei Phasen. Das ist die Vorbereitungsphase, die Hauptphase und die Steuerphase. Wobei die Hauptphase lang nicht mehr so wichtig ist, da das Drehen der Ski und auch der Belastungswechsel beinahe wegfällt. Es helfen uns die Ski, die Carving-Ski, den Schwung zu drehen, anzudrehen. Und die Steuerphase wird natürlich wesentlich dominanter. De stuurfase, dat is waar het allemaal om draait bij het carven. En wel het sturen op de kanten. Opvallend is dat we geen hoog-laag beweging meer hoeven te maken. We kunnen de skis vanuit de knieën sturen. De skis hebben van zichzelf de neiging om een bocht te maken, zodra ze op hun kant komen te staan. Let hier op de beweging die Benny met zijn knieën maakt. Hij duwt ze als het ware in de nieuwe stuurrichting zonder een hoog-laag beweging te maken. En nu doet hij hetzelfde, maar dan met een stokinzet. Let er weer op dat hij geen hoog-laag beweging maakt na de stokinzet. En kijk ook eens hoe hij zijn bovenlichaam meestuurt met de bocht. Bij de ouderwetse techniek was dat nog uit den boze. Nu een aantal bochten achter elkaar. Het verhaal is weer hetzelfde. Geen hoog-laag beweging. Hij laat de skis als het ware onder zich doorkruipen. Je kunt ook mooi de beweging van zijn knieën bekijken. Die alleen maar van links naar rechts gaan. De moderne actie is dus meer van links naar rechts dan van beneden naar boven. Omdat je geen verticale dynamiek meer hebt, zijn de stokken minder belangrijk dan vroeger. Carven kun je dan ook uitstekend doen zonder stokinzet of überhaupt zonder stokken. Bij deze shots van bovenaf kun je goed zien dat hij met zijn hele bovenlichaam in de bocht hangt en dat hij met zijn buitenste hand steeds de bocht inleidt. Hoewel hij funcarve-skis aan heeft, laat Benny hier een aantal racecarve-bochten zien. Zelfs op dat hoge tempo is de stokinzet nauwelijks aanwezig. Je kunt ook mooi zien hoe hij in de bochten leunt met zijn hele bovenlichaam. Hier kun je het bochtenleunen nog beter zien. Na de stokinzet duikt hij als het ware met zijn hele bovenlichaam de binnenbocht in. De stuurfase wordt uiteraard ondersteund door de knieën de bocht in te drukken. En dit is een racevariant. In plaats van met het hele bovenlichaam stuurt Benny nu meer vanuit zijn heupen en knieën. Volgende week meer carven.